Het lijkt erop dat hij hier iemand wilde barbecuen en daarna het vuur niet goed heeft uitgemaakt. Oké, Elvis, sluit het water maar af. Het vuur is onder controle. Hallo, oom Sam. Hallo, Jaap. Wat doe jij hier? We gingen wandelen met Maan en toen heeft ze ons de wensput laten zien. Dat klinkt leuk. Het is een heerlijke dag voor een wandeling. Ja, weet ik. Maar mag ik met jullie in Jupiter mee terugrijden naar de kazerne? Tuurlijk mag dat, Jaap. Yes! Mijn wens is uitgekomen. Ik hoef niet terug te lopen naar Piekepolda. Ik zie je later, prinses. Zie je wel? De magie heeft echt gewerkt. De wens van Jaap kwam uit. Doe toch niet zo raar, mam? Denk je nou echt dat ik later een prinses zal worden? En dat Tijger stopt met jagen? Huh? Waar is Tijger? Tijger! Poes, 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 poes! Help van de jungle! Geen zorgen, Sarah. Dieren houden niet van vuur. Hij is zeker al naar huis teruggegaan. Tijger, die heb ik sinds vanmorgen al niet meer gezien. Hij is niet boven. En hij zit ook niet in de kelder. Ah, oh, hij zwerft hier zeker gewoon wat rond. Je kent Tijger. Maar ik bel brandweerman Sam wel even. Gewoon voor de zekerheid. Tijger. Tijger. Miauw. Het spijt me, Brenda, maar ik zie nergens een verstekeling in de brandweerwagens. Ik denk niet dat Tijger hier geweest is. Ja, ik snap het, maar zou je toch nog... Natuurlijk, Brenda. We zullen onze ogen open houden. Hij komt vast wel weer terug. Zet anders wat eten voor hem buiten. Oh, ja. Tijger? Tijger? Poes, 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 poes. Kom dan, held van de jungle. Oh... Nee, het was echt de dinosaurus. Hij is daar naartoe gerend. Echt waar? Ga dan zelf kijken als je me niet gelooft. Oké. Ik ga mee. Ja! Norbert! Oh, die trap is nog best zwaar met een slecht been. Ik hoop dat ik niet te laat ben voor de lunch. Oh. Eigenlijk, baas, bent u zelfs wat vroeg. De lunch is een beetje laat. Roep maar als het klaar is. Ja! Norbert! Kom nou! We moeten nu terug, anders worden we ingesloten door het water. Ik heb hulp nodig. Misschien zit iemand me vanaf een rots. Dat er geen echte dinosaurus was. Die is er wel. Hij kan zich alleen heel erg goed verstoppen. Oh, kijk, Jaap. Wat? Het water is gestegen. We zitten vast. Oh. Ja, ik zag ze een paar uur geleden. Ze liepen geloof ik in de richting van het strand. Maar ze zijn nog niet terug. En het is vloed en... Ik ga brandweerman Sam bellen. Sarah, Norbert, vermist. Oh! Oh, nee. Ja, Sarah en Norbert zijn vermist.
voor het laatst gesignaleerd op het strand. Waarschuw bergreddingspost, commandant. Tom kan vanuit de lucht zoeken, Jenny en ik vanaf het water. Ik zie Sarah, ze staat zo'n 100 meter langs de Noordbaai-klippen. Bedankt, Tom. Ik zie haar ook. Oké, Sarah. Ik heb je. Maar waar zijn Jaap en Norbert? Die zitten daar in de grot. Maar ik weet niet of ze eruit kunnen. Elvis? Sorry, baas. Het was een ongelukje. Oké, baas. Oké. Kijk, er is er één. Ik zag hem het eerst. Dat is geen slecht valk. Dat was een zeemeeuw. Ik weet best hoe een zeemeeuw eruit ziet. Dat was echt een slecht valk. Laat mij nu eens. Het is mijn beurt met de verrekijker, Sarah. Dat is niet waar. Hier zullen we hem niet vinden. We moeten verder omhoog. Maar die slechtvalk vloog juist omlaag de vallei in. Precies zoals Tom zei. Dat was een zeemeeuw, Norbert. Kom op, terug in de bus allemaal. Ja. Waarom denkt Klaas ook altijd dat hij gelijk heeft? Oeh, wat is het heet hier binnen. Waarom mogen de ramen niet open? Omdat de airconditioning het niet doet als de ramen open zijn. Hij doet het nu anders ook niet. Dat is juist het probleem. Er is niks mis met de airconditioning. Waarom wijst het pijltje van de temperatuurmeter dan naar het rood? Oh, kijk! Rook! Oh, nee! Oh, allemaal naar buiten, nu! Blijf uit de buurt. Ik ga alleen maar even kijken. Nee, je moet de klep niet open doen, dan komt er lucht bij. Ik weet wat ik aan het doen ben. Oh, Klaas, bel brandweerman Sam. Een busvlam gevat? Oh, nee. Een bus heeft vlam gevat in het Piekenpolder Hoogland. Dat is dan de bus van Klaas. Hij is er met de kinderen vanmiddag naartoe. Geen tijd te verliezen. Ik moet een nieuwe riem bestellen voor je wasmachine, Diewertje. Je hebt hem vast te vol gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Dat was Norbert. Nu weet je waarom ik hem nooit vraag om iets te doen. Ja, tot gauw, Diewertje. Hallo. Hoi, Mark. Norbert? Wat nou weer? Ik heb de wasmachine toch aangezet? Nee, je hebt de machine kapot gemaakt. Dus nu moet je Mark maar heel lief vragen of jij onze vieze was bij hem mag doen. Veel plezier, Norbert. Misschien hebben Sarah en Jaap wel zin om te skateboarden. Weet je, Norbert, ik hou ook niet zo van karweitjes. Maar als je de klus aanneemt, dan moet je de klus ook goed doen. Sam! Oh,
brand bij Mark Voethuis? Oh, nee. Waarom zijn noodgevallen altijd op een moment dat het je slecht uitkomt? Sam, brand bij Mark Voethuis. Jenny, neem Venus ook maar mee. Niet te dicht in de buurt van het huis, Mark. Wij nemen het nu voor je over. Elvis, haal de stromer maar af. Okidok, Sam. Was ik het niet, hoor. Het was mijn schuld. Ik had de strijkbout niet uitgedaan. Ja, we mogen allemaal wat voorzichtiger zijn, wat we ook voor klusjes doen. Ja, zelfs dweilen kan soms erg gevaarlijk zijn. Elvis heeft gelijk. Ach, gelukkig, je bent er. Daarboven, Sam. Rustig maar, Brenda. Alles komt in orde. Jenny, stabiliseer Jupiter. Jupiter stabiel. Schiet op, Sam. De ladder gaat nu omhoog, Sam. Ietsje verder, Jenny. Kom maar, tijger. Het is tijd om naar huis te gaan. Oh, wacht eens even. Kijk toch eens wat ik heb voor jou. Ah, werkt altijd. Oké, Jenny. Laat me maar zakken. Oh, dank je, Sam. Hou je vast, Sam. Ik ga je nu naar beneden. Oh, gelukkig. Wat een opluchting. Ah, oh, Sam, ik ben je zo dankbaar. Die arme tijger was echt zo bang. Als tijger zo bang was, dan zou hij daar waarschijnlijk niet steeds weer naartoe gaan. Arme tijger, hij vergeet steeds hoe hoog het is. Stop, wacht, heb ik iets gemist? Ik wil iets spannends filmen met mijn nieuwe camera. Wacht, het was niet echt spannend vandaag, Mandy. Ik heb alleen maar tijger van het dak gehaald. Alweer? Oh, nou, dat is ook goed, hoor. Wil je tijger nog even terugzetten op het dak voor me? Dat dacht ik niet, Mandy. Maar ik wil het filmen. Nee, arme tijger. Dag, Mandy. Hoi. Ah, Norbert. Wat? Ik wil gewoon in je film spelen. Hey. Ik heb een idee. Waarom gaan we geen echte film maken? En toen klom je broer naar boven en heeft me gered, Karel. Sam is een held. Vind je niet, tijger? Brandweermannen zijn heel moedig. En wij vissers dan? Vissers zijn ook moedig, hoor. Oh, natuurlijk, schat. Mwah. Ja, pap! Jij bent onze held. Ja, wel, ik moet nu maar eens aan het werk en wat vis gaan vangen. Sarah! Jaap! Sarah! Hey jongens, jongens, luister. Willen jullie in een film spelen? Heel gauw, visser Karel! Weet je het nou wel zeker, Elvis? Absoluut. Mijn geldkistje zit vol muntjes. Hoofdcommandant Staal zal denken dat hij de hoofdprijs heeft als hij die opgaaft. Maar het zijn geen oude muntjes. Nee, maar ze zijn wel kostbaar. Want het zijn de muntjes van Elvis. Oh, waar is die schobbejak? Wat? Ja. Ja, waar ben je? Hier, help!
Ja, zit je bekneld onder de rots, hè? Ja, haal me hieruit. Rustig blijven, Jaap. Ik haal brandweerman Sam. Ik krijg je hier niet uit zonder hulp. Jaap zit bekneld op het strand door een steenverschuiving. Commandant Staal is ter plaatse. Jaap Jansen zit bekneld op het strand door een steenverschuiving. Jenny, we hebben radar nodig. Ik bel Brenda. Dit is een goede plek om mijn muntjes te begraven. Hoofdcommandant Staal gaat ze hier absoluut vinden. Oh, dat klinkt als Jupiter. Wat zou er aan de hand zijn? Sam, hierheen! Hij zit ergens vast onder die stenen. Kom, radar, zoek Jaap. De neus van radar ruikt precies waar Jaap zit, zodat we hem eruit kunnen halen zonder onnodig veel rotsen te hoeven verschuiven. Brave hond. Is alles in orde, Jaap? Ja, geen schrammetje. Ik ben niet geraakt. Ik zit alleen vast achter die rotsen. Jenny, haal gauw het zeildoek uit de wagen. We hebben voldoende bescherming nodig voor het geval er meer rotsen vallen. Oké, Sam. Fijn dat jij er ook bent, Elvis. Bedankt, baas. Hallo, Sam. Alsjeblieft. Rustig, Jaap. Even naar je kijken. Hoofdcommandant Staal, baas, heeft u de hele ochtend gejogd? Dat klopt, Jenny. Misschien denk je van niet, maar ik ben nog fitter dan een olifant. Nou, natuurlijk, baas. Dat denk ik ook. Ik wil alleen een verslagformulier voor een incident. Oh ja. Alsjeblieft, Jenny. Dank u, baas. Kom maar gauw weer eens langs, hè, Klaas? Komt goed, Diebertje. Ik kom langs zodra ik weer wat boodschappen nodig heb. Oh, een baby. Ik ben dol op baby's. Ze zijn zo lief als ze klein zijn. Oh, nou ja. Even hele leuke krulletjes. Ik zou maar even opschieten en die arme schat naar binnen brengen voor het gaat regenen. Arm kind, die had een soort van schapenkop. Kom je even schuilen? Ik zeg het je, hij heeft de hele dag aan één stuk doorgejokt. Ik hoop niet dat hij te ver gaat. Hij is per slot van rekening ook de jongste niet meer. Dat meen je toch niet, Jenny? Het is waar, Elvis. Ga dan zelf kijken. Ja, Crispijn. Ik kwam alleen maar even hallo zeggen, baas. Hallo. Tot ziens. Wat is het koud buiten? Ach, arm klein ding. Je bent kletsnat. Ik doe even mijn natte trui uit en dan haal ik een handdoek om je af te drogen. Daar gaan we. Kom mee, baby. Dan wrijf ik je weer warm. Ik heb alles goed schoongemaakt en hij doet het weer. Maar ik denk wel dat hij wat vaker onderhoud nodig heeft. Weet je zeker dat het goed gaat, Mark? Er lijkt een brandgeur vanaf te komen, vind je niet? Je hebt gelijk, Brenda. Dat was me nog niet opgevallen. Ah! Oh,
Oké, allemaal. Geen paniek. Kalm blijven. Kalm blijven? Hoe kan je nou kalm blijven? Er is brand! Ga chanten, Mark. Zeg gewoon, ik blijf heel kalm. Ik blijf heel kalm. Ik blijf... Chanten heeft geen zin. Ga allemaal naar buiten en bel brandweerman Sam. Echt helemaal te gek. Ik heb wat eten voor je mee. Popje? Popje? Popje! Waar ben je? Klaar. Voor de start. Af! Zie je? Hij is hartstikke veilig. Nu is het mijn beurt. Maar hij knalde tegen de muur aan, Norbert. Dat komt omdat poppen niet goed kunnen sturen. Oh, sorry hoor, Klaas. Ik heb vanmorgen blok onder de wielen gezet. Ik snap gewoon niet wat daarmee gebeurd kan zijn. Klaar? Voor de start... Af! Oh. Norbert Puck, raceautocoureur, neem de leiding. Norbert, pas op voor de muur! Norbert, gebruik de rem! Welke rem? Norbert, van de kade gevallen. Naar de haven, Sam. Norbert Puck is met zijn skelter van de kade gevallen. Komt in orde, commandant. Jazeker, Diebertje. Ik ga met Sarah en Jaap vissen. We gaan een wedstrijdje doen. Om te zien wie de grootste vis vangt. Oh, alles is altijd een wedstrijd tussen die twee. Mijn Norbert is heel erg goed in vissen. Hé, lieverd? Ja. Ooit had ik een haai gevangen en die was ontzettend groot. Oh ja, die was enorm. Ik wou dat ik hem gezien had, maar hij ging er vandoor, hè? Is het niet, Norbert? Wel toevallig dat altijd de grote er vandoor gaan. Maar het is waar... Neem hem maar mee uit vissen en ik durf te wedden dat ik de allergrootste vis vang. Wedden van niet? Echt niet? Goed dan, Norbert. Die staat. Zullen we gaan dan? Ik, moet boven nog even een extra trui pakken. Oké. De boot vertrekt over 5 minuutjes. Vang je er ook één voor mij? Niet zo over de rand, Norbert. Ga alsjeblieft zitten. Oh, mag ik ook even sturen? Straks misschien. Goed, dit lijkt me wel een mooi plekje. Hier, ik heb het azer al aangedaan. Pas op, die haakjes zijn erg scherp. Hou je lijn stil, Norbert, anders gaan de vissen er vandoor. Oh, ik heb nu al beet.
Oh, ik had net echt beet, hoor. En hij was zo groot. Ja, ik weet het. Maar hij ging er vandoor. En weer een makreel. Goed gedaan. Maar hij is niet zo groot als mijn makreel. Ach, ga weg. Hij is veel groter. Laat jullie vissen maar zien. Ik meet ze wel. Ze zijn echt precies even groot. Ja, wat een kanjer. Ik heb een kanjer gevangen. De grootste vis tot nu toe. Ik neem hem lekker mee voor mijn avondeten. Oh, hij is al pan klaar, zie ik. Rechtstreeks uit je moeders vriezer, hè? Oh, vals spelen? Het was maar een grapje. Haal de lijnen maar binnen. Het wordt laag water. Tijd om terug te gaan. Ik vind dat ik gewonnen heb, want ik heb meer vissen dan Sarah. Dat is niet eerlijk. Het ging om wie de grootste. Dat die verpleegsterscursus belangrijk is en dat je alle medische ontwikkelingen moet bijhouden en zo. Maar hoe kan ik nou het hele huishouden in mijn eentje doen? Zoveel hoef jij niet te doen, Mark. Ik ben maar 2 dagen weg. Weet ik, maar ik heb zelf ook werk te doen. Wat nou als ik iemand zijn dak moet herstellen of een kraan moet repareren? Ik kan toch niet alles doen? Oh nee, Mark. Ik moet altijd werken en ik doe het hele huishouden alleen. Ja, duwtje, maar... Dat... En Norman dan? Doet hij dan nooit karweitjes? Bedoel je nou werkelijk dat Mandy helpt in het huishouden, Nelly? Dat is precies wat ik bedoel, duwtje. Norman kan jou toch ook helpen? Toepa. Ik heb een natte vloer, ik heb een schone natte vloer. Baby loopt niet op mijn schone natte vloer. Ik heb een schone... Oh, jij niet, pas op, ik heb een natte vloer. Sorry. Je hebt jezelf wel in een hoekje gewerkt, is het niet, Elvis? Ik red me wel, Jenny. Alles oké daar beneden? Ik denk het wel. We hebben niets gebroken. Oh, behalve mijn arme dweilstok. Norbert? Norbert? Norbert Buck! Ik heb een klusje voor je. Oeh, hallo Norbert. En waarom heb je zoveel haast deze morgen? Aha, daar ben je. Bedankt hoor, Brenda. Hij was bijna gevlucht. Oké, Mark. Hier is een lijst met klusjes die je niet moet vergeten. Weet je zeker dat het in orde komt? Geen zorgen, mam. Ik zorg al voor hem. Haha, heel grappig. Wat? Nelly, dit meen je niet. Dag, man. Veel plezier met je les. Er moet veel gebeuren in dit huis, Norbert Puck. En ik hoef echt niet alles alleen te doen. Je kan je vuile kleren oprapen en ze in de wasmand doen. Een kleine moeite. Maar ik wist niet eens dat we een wasmand hadden. Waar staat die dan? Die staat in de badkamer naast het bad. Oh, dat is me nooit opgevallen. Dit, lieve Norbert, is nou een wasmand. Oh, maar hoe gaat zoiets open dan? Kijk, zo. Oh. Let je goed op, Elvis. Oké, radar. Omrollen. Heb ik geleerd van het tv-programma. Ik mag dan een oude hond zijn, maar zeg nooit dat ik geen nieuwe trucjes leer. Oh, kunt u dan ook omrollen, baas? Ja, grappig. Oké, Mandy, ik heb lunchpakketjes gemaakt. Ze liggen op de keukentafel. Help jij pap herinneren? Mam, waarom moet ik pap helpen herinneren waar zijn lunch is? Omdat hij zo snel is afgeleid dat hij altijd alles vergeet. Niet waar!
niet waar. Tot straks, Mark. We lopen via het bronpad en over de lange rug. Als ik niet voor het eten terug ben, stuur dan een opsporingsteam, hè? Vergeet niet het gras te maaien. Je vindt het vast heerlijk, Nelly. Bergwandelingen zijn super. Neem je altijd je hele uitrusting mee? Ik vind dat je op alles voorbereid moet zijn. Jij hebt vast je eerste hulpkoffer meegenomen. Klopt. Ik doe dat automatisch. En ik heb ook lunchpakketjes meegenomen. Fijn. Oké, volgens mij hebben we dan alles. Kom, we gaan. Oeh. Sorry, dat doe ik dus automatisch. Geen probleem, maar ik denk dat ik gewoon de trap neem, hoor. Ik heb steeds het gevoel dat we iets vergeten hebben. Dag, Sam! Elvis? Oh, hey. Hoi Sam. Een radar is vergeten hoe die moet omrollen. Vergeten? Ik heb radar nog nooit zien omrollen. Maar hij kan het wel hoor, kijk maar. Omrollen radar. Hop. Ja. Bravo. Het is een mooie dag voor een wandeling. Oh, nu weet ik wat ik vergeten ben. Ik heb het weerbericht niet gecheckt. Ik geef je wel een weerbericht. Helder en zonnig. Kijk naar de lucht. Het weer kan soms heel snel omslaan in de bergen. Ik check het altijd voordat ik ga wandelen. Als we zijn waar ik denk dat we zijn, dan moet er achter die heuvel een prachtig uitzicht zijn. Kom, laten we gaan kijken. Auw! Vuurwerk? Waar heb je dat gevonden? In jouw werkplaats. Deze vind ik het leukst. Afblijven, Norbert. Vuurwerk is heel gevaarlijk. Het is geen speelgoed. Ik weet het alweer. We hebben het eens voor oud en nieuw gekocht en toen regende het. Geven we een vuurwerkfeestje vanavond? Alsjeblieft, een kleintje maar. Oh, oké, waarom niet? Vraag Jaap en Sarah ook. En Sam. Het is goed als er een brandweerman bij een vuurwerkshow is. Veel veiliger. Oh, dank je, pap. Je bent geweldig. Is het nog steeds ochtend? Ik ben zo verrust niet gewend. Klaag maar niet. Dat betekent dat iedereen in Piekenpolder veilig is en gezond. Ze hebben vast al die veiligheidsfolders gelezen die we hebben uitgedeeld. Als het zo doorgaat, hebben we straks geen baan meer. Misschien ga ik dan bij het circus. Als jongleur, hé. Of misschien toch maar niet. Hey, raad eens. We geven hem... Norbert Puk, heb jij enig idee hoe lang ik hierover heb gedaan? Maar het is niet mijn schuld. Kom, dan gaan we naar buiten. Een vuurwerkfeestje bij jou thuis, Mandy? Ik zou wel willen komen, maar ik kan niet. Dan heb ik dienst. En als je vuurwerk hebt, lees dan wel mijn veiligheidsfolder. Wacht even. Volg mijn top 10 tips op en het wordt een echte knaller. Steek nooit vuurwerk in je tuin af. Ga altijd naar een georganiseerde vuurwerkshow toe. Wat nu? Er wordt nu helemaal geen vuurwerkshow georganiseerd. Dus dat kan toch niet? Precies. Ik denk niet dat pap die folder nodig heeft. Hij weet alles al over veiligheid. Hij heeft het inderdaad altijd over veiligheid. Alsjeblieft, we hebben er echt alles voor over. Oké, dan. Hoera, bedankt, mam. Ik ben een raket. Joe. Voorzichtig, Norbert, je maakt tijger bang. Van jou. Oh, wacht. En nu ben ik in Gilde Keuken bij. Oké,
lunchen. Mandy! Oh, sorry. Ik deed alleen een knaller na. Hoe vind je de mosselen, Norbert? Ik heb ze nog niet geprobeerd. Auw! Zijn ze wel helemaal gaar? Je hoort de schelpen niet op te eten, Norbert. Alleen de binnenkant. Kijk zo. Oh. Ze zijn best lekker. Sarah en Jaap hebben Karel geholpen ze te verzamelen langs de kust. Ik had er veel meer dan Sarah. Ja, omdat jij de geluksemmer had en ook mijn mosselen had gepakt. Niet, die lagen gewoon op het strand. Omdat mijn emmer was gevallen. Ja, dan krijg je ervan als je de geluksemmer hebt. Zou ik ook een keer met u mee mogen om mosselen te verzamelen? Jullie kunnen vanmiddag met mij mee als jullie willen. Zodra het app is. Die superkniptang is echt geweldig, Sam. Ik hoop dat ik hem ooit een keer in een echte noodsituatie kan gebruiken. Ja, als hij weer nodig is, ben jij de eerste die je mag bedienen, Elvis. Misschien is hij wel handig als jij het eten weer eens hebt laten aanbranden. Ik moet hulp vragen. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Oh, Mark Voet zit opgesloten in zijn busje. Sound gaat om Mark Voet. Hij zit opgesloten in zijn busje. Zo snel mogelijk ernaartoe. Geen zorgen, Mark. Hulp komt eraan. We hebben je er zo uit. Elvis, wacht. Wat ben je van plan? Je zei als het nodig was dat ik de superkniptang als eerste mocht bedienen. Maar hij is niet nodig. We hoeven alleen dit hout te verplaatsen en de deur kan open. Een beetje winderig. Dingel, dangel, decoraties, ja, kerstmis komt eraan. Dingel, dangel, open de deur, kijk Jenny daar nou gaan. Oh, nou zeg. Wat leuk, Jenny. Ik had er nooit aan gedacht om hoofdcommandant Staal te versieren. Nee, ik anders ook niet, Crispijn. Wat vind je ervan, Jenny? Oh, dat wordt wel leuk. Ik heb ook nog wat lampjes meegebracht. Oh, mooi. Zullen we ze aan hoofdcommandant Staal hangen? En dat doen wij dus absoluut niet. Het was een grapje, baas. Met dit erbij krijgt de supermarkt de allerbeste kerstversiering van heel Piekenpolder. Ik denk dat we nu wel genoeg versierd hebben, hoor, Norbert. Ah, doe nou, man. Deze moeten ook nog. En, Oh, wat dacht je van deze? En deze kunnen knipperen. Ik heb deze nog niet eens uit de knoop, Norbert. En we hebben er trouwens ook niet genoeg stopcontacten voor. Oh, kom op nou, mam. Het ziet er straks fantastisch uit als we ze allemaal tegelijk aandoen. Tada! En Sam, wat vind je ervan? Ik denk niet dat al die stekkers in één stopcontact zo'n goed idee is. Maar Sam, ik wil de keuken ook graag versieren voor de kerst.
Dat is allemaal goed en wel, maar hoe kom je aan dit oude ding? Zo'n verdeelblok kan oververhit raken, zeker als je er te veel stekkers in doet. Oh, ik wilde de boel alleen maar een beetje opfleuren hier. Maar dat kan. Gebruik dan een verlengsnoer en doe de stekker daarin. Oh. Oh. Wauw. Oh, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Ik hoop dat je nu tevreden bent, Norbert Puck. Oh, alsjeblieft, mam. Dit zijn alleen maar lampjes. Er moet ook andere versiering bij. We hebben absoluut hier één van nodig. Een reuze kerstman. Norbert Puck, je bent veel te hebberig. We hebben niet eens een tuin om hem in te zetten. Daar heb je geen tuin voor nodig. Hij kan op het dak staan alsof hij zo de schoorsteen ingaat. Nee, Norbert, nee. En ik meen het echt. Oh, oké, mam. Als je niet wilt dat ik gelukkig ben met kerst. Dit is het weerbericht van Radio Pikkepolder. Er worden zware windstoten verwacht. Goed zo, mam. Zet hem maar rechts naast de schoorsteen. Norbert, ik kan dit niet. Goed, vouw het papier open en vouw het daarna over de diagonaal. Vouw dan langs lijn E tot F en G tot H. Voor de vleugels. En klaar is Kees. Superpiloot Norbert Puck maakt het luchtruim onveilig. Ah, hallo, Diewertje. Brandweerman Sam, kijk eens. We hebben nu even geen tijd voor die streken van jou, Norbert Puck. Het is brandpreventiedag en brandweerman Sam en ik hebben een hoop werk te doen. Komt u binnen, commandant Staal. En let u maar niet op Norbert. Sorry, Norbert. Misschien kan het een andere keer. Maak je maar niet ongerust, Diewertje. Het is maar een routineonderzoek om te controleren of de supermarkt brandveilig is. Daar is brandpreventiedag dus voor bedoeld. Veiligheid. Hoofdcommandant Staal, wilt u de ladder vasthouden terwijl ik het rookalarm test? Natuurlijk, Sam. Veiligheid voor alles. Test je het rookalarm wel regelmatig, Diewertje? Oh ja hoor, heel regelmatig. Ah, wat is dat voor geluid? Dat is het alarm, Diewertje. Nu weten we dat het brandalarm werkt. Kan het uit? Ah, we branden toch aan toe. Wat was dat? Oeh, een vleermuis. Hij zit in mijn haar. Oh, nee. Oh, mam. Norbert Puck. Wegwezen. Help, help. Rustig maar, Diewertje. Ik pak hem wel. Het is geen vleermuis. Het is een schoonheid. Oh, commandant Staal. Wat vriendelijk. Wat? Toen ik zei schoonheid, bedoelde ik... Als jullie twee klaar zijn, kunnen we dan naar de nooduitgang? Goed, die nooduitgang lijkt te voldoen. Oh nee, hoofdcommandant Staal die weet ook niet wat leuk is. Dan moet hij toch iemand zijn die kan genieten van een goede vliegshow? Alles lijkt in orde, Diewertje. Maar je moet wel oppassen met het bewaren van lege dozen en verpakkingen. Papier en karton zijn enorm brandgevaarlijk. Nou, jullie waren allebei erg behulpzaam. Kan ik jullie bedanken met een kopje thee? Nee, dank u, mevrouw Puck. Ik denk dat Sam en ik nu echt verder moeten. We hebben nog een hoop te doen en... Huh? Auw! Waar komt dat nou vandaan? Hoort hij de alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt. Nou.
Natuurlijk moeten we een nieuw pad maken als het weer beter wordt. Maar als we de mensen nou tot die tijd weg kunnen houden... Luister, Sam. Hoor je dat? Het is een vogeltje. Och, arm ding. Hij zit vast in dat stuk kabel en hij heeft honger. Neem hem maar mee naar de bergreddingspost. Goed idee, Sam. Ik doe het meteen, voor het gaat regenen. En, zie je al iets? Regen, regen, regen. Hoe kunnen we ooit een goudarend vinden als het zo door blijft gaan met regenen? Ik denk niet dat hier veel goudarenden zijn. Natuurlijk wel. Heb je de foto in de krant niet gezien? Dat was in de hooglanden. Zover zijn die hier ook niet vandaan. En met zulke grote vleugels vliegen ze zo hier naartoe. Zodra de zon weer schijnt, zullen Mandy en ik er eentje gaan vinden. Succes! Oh. Yes! Norbert! Norbert! Norbert Puck! Zet dat ding uit! Huh? Waarom zet je je wekker nou in het weekend? Waarom slaap je in die kleren? Ga terug naar bed! Echt niet! Mandy en ik gaan op zoek naar een goudarend. Dat zijn de gaafste vogels van de wereld. Dag, mam! Oh, nou, je zal niet veel vogels zien als je zoveel herrie blijft maken. Hallo mevrouw, is Mandy... Hoi Norbert, dag mam, we gaan. Ik hoop dat de oefening goed gaat. Dolly rekent op ons, hè? Ze is in goede handen, Elvis. Norbert Puck is niet teruggekomen voor de lunch. Hij verstopt zich ergens in Piekenpolder. Waarom bellen we Tom dan niet, commandant? Die kan mijlenver zien vanuit zijn helikopter. Goed idee, Sam. Dat betekent dat de training gewoon volgens plan kan doorgaan. Oké, Mandy. Hebben jullie ergens nog niet gekeken? Alleen bij de kazerne niet. Maar ik denk niet dat Norbert daar ergens zit. Laten we daar dan toch even gaan kijken. Jij zegt niet veel, hè? Dat klinkt als Tom's helikopter. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Er zal wel ergens brand zijn. Ik ruik een brandlucht. Oké, baas. Het vuur brandt. We kunnen beginnen met de oefening. Oh, mooi. Tijd om alarm te slaan. Oké, we moeten aan het werk. Een noodgeval bij de oefentoren. Iemand zit door het vuur vast op de bovenverdieping. We hebben hierbij Jupiter en Venus nodig. Succes, team. Geen paniek, Dolly. We halen je er zo vandaan, hoor. Laten we even op het strand gaan kijken. Wacht. Oh, nee. Kijk naar de oefentoren. Daar staat Norbert. Tom, Thomas voor de Jupiter. Kijk naar de top van de toren, Sam. Het is Norbert Puck. Wat heeft hij daar te zoeken? Help! Elvis, hou het vuur onder controle. Jenny, stabiliseer Jupiter en doe de ladder omhoog. Geen zorgen, Norbert. Sam haalt je daar wel vandaan. Oh, wat heb ik gezegd? Ik wist dat Norbert in gevaar was. Vlug, Sam, haal me hier vandaan. Oh, mijn lekkere koekjes. Oh, bravo!
Ik heb het niet koud. Ik heb het niet koud. Mark komt de boiler repareren. Maar tot die tijd moeten we het doen met een elektrisch kacheltje. Oh, fijn. Ik heb het zo koud. Maar denk eraan dat je niets bovenop de kachel legt. Ook geen natte theedoeken, want dan krijg je brand. Waar zijn Sarah en Jaap? Ergens buiten aan het spelen. Oeh, ik hoop dat ze warm zijn aangekleed. Luister, Sarah. Hoorde jij ook een baby? Doe niet zo raar. Dat was geen baby. Ik hoorde een baby. Zie je wel? Dan hoor ik het weer. Oh. Hallo, Norbert. Wat is dat? Wolly heeft een lammetje gevonden. Jaap dacht dat hij een baby hoorde huilen. Dat is niet waar. Nou, jij anders ook. Je hoort andere mensen niet zo voor de gek te houden, Norbert. Dat is niet grappig. Ik heb helemaal niets gedaan. Maar het is wel grappig. Norbert, mag ik je lammetje even lenen? Oké, maar waarom? Ik wil doen alsof het een echte baby is en mensen in de maling nemen. Oh, jouw zusje is grappig. Kom mee, Norbert. Er is hier vast iets veel leukers te doen dan babytje spelen. Er zit zeker een behoorlijk strenge vorst in de lucht vandaag, hè, Sam? Waarom doet u niet hetzelfde als ik, baas? Blijven bewegen, dan krijgt u het wel warm. Niet iedereen heeft zoveel energie over als jij, Jenny. Onzin, Sam. Ik ben al misschien een paar jaar ouder dan jullie, maar ik heb nog genoeg energie in me. Maar ik bedoelde dat niet persoonlijk, commandant. Ik bedoelde... Het maakt niet uit wat je bedoelde, Sam. Ik zeg jou, ik ben nog zo fit als een hoentje. Hallo? Het lijkt erop dat we met z'n tweetjes zijn, schapenkin. Mooi zo, dan is de verrassing des te groter. Ik weet dat hij oud is, maar ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Niks aan de hand, Brenda. Ik heb hem zo wel weer aan de praat. Of ik heet geen Mark Ritmebox Voet. Ja. Oh. Hallo, Sarah. Wat ben je aan het doen? Ik heb je al heel lang niet meer met poppen zien spelen. Ik speel niet met poppen. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.